zit hier aan tafel zitten Stefan Schipper. En Stefan Schipper is niet alleen mede-organisator van de Mundrun, maar hij is ook fotograaf. Sterker nog, een veel geprezen fotograaf. Wint om de Havenkamp prijs en is nu weer genomineerd, Stefan, voor de MPN. Prijs, wat is dat precies? Dat is Master Photographers Network. Er zitten, vroeger had je meerdere verenigingen, maar in fotoland gaat het ook allemaal niet zo goed. Dus het is gefuseerd met meerdere verenigingen. En die schuiven één keer per jaar een wedstrijd uit. Mag je 3 foto's insturen. Dat is een willekeurig wel. Dus, ik hou zelf eigenlijk van thema's. De foto die je momenteel laat zien was een thema flitsend bijvoorbeeld bij. Nou, dan denk ik van, heb ik gelijk een beeld bij. Als je het over jouw core business hebt, wat je misschien wel de beste kunt, dat is toch de portret. Ja, portret is wel denk ik een specialiteit voor mij. En nou heb ik 3 portretten ingestuurd, waarvan ik de uitslag niet weet. Ik zit bij de laatste 11, eigenlijk de laatste 10. Er zijn 11 blijven er over, maar eentje is een runner-up. Nou, ja. Daar ben ik inmiddels al niet meer. Ik ben al een tijdje bezig. Maar het is, ze schrijven deze prijs nog voor de 4e keer uit. En is het een prestigieuze prijs? Nou, je kunt mijn werk ook alles wijs maken. Nou. Ik zie altijd ook een slager heeft van een prijs voor zijn harde worst. Ja, klopt. Zit er in de fotografie? Nou, nee, ze denken bij de fotografie niet anders, omdat het nog maar 1 vereniging is. Doet iedereen daar aan mee? Tenminste, die zichzelf daarin respecteert. Dus als je het zeg maar vertaalt, is het een beetje de Oscar onder de fotografen, ja, de Nederlandse fotografen. Bij die beste 3 wordt de beste foto van het jaar uitgekozen. Nou. Dan snap ik ook wel dat dat smaakverschillend is, maar daar hangt elke keer een andere jury aan. En net wat ik zeg, ik doe het al 27 jaar en inmiddels 37 prijzen gewoon. Dus als je elke keer met nieuwe juries werkt en andere verenigingen, want in het verleden heb je natuurlijk aangesloten geweest bij andere verenigingen, ja, is dat best wel bijzonder dat je elke keer genomineerd wordt. En het moet eerlijk zeggen, het went nooit, want ik voel altijd die spanning nog van en die uitdaging om meer te doen. En ik denk de dag dat je denkt van, oh, ik hoef dat niet meer, dat ook de achteruitgang van je bedrijf van je eigen kennis is. Dus ik vind het heel gaaf om meer te doen wel. Er zijn collega's die gewoon niet meedoen en zeggen van, dan kan ik ook nooit verliezen. Maar dat vind ik zelf helemaal geen probleem, want ik geloof in die foto's en ja, dan stuur ik ze ook gewoon in. We zagen een aantal fraaie portretten door het beeld komen, onder andere Benny Jolink, geschminkt en gefotografeerd als clown, hartstikke leuk. Je hebt het over die prijs, het kan ook in je nadeel werken. Als jij prijswinnend en heel groot bent, dat mensen denken, nou dat gewoon niet, maar dat is zo duur. Nou ja, dus dat is wel denk ik misschien typisch Twents, typisch Nederlands. Maar heb je er last van? Ik heb wel eens tegen mensen die me al sinds verleden, God wel, dan kwamen ze toch via een, ik hou af en toe één keer per jaar een hele grote actie is van Groupon. Dat kunnen mensen relatief goedkoop bij mij op de foto. En dan zeggen ze achteraf, dan zien ze ook de normale prijs. En ze zeggen, oh, dat heb ik nooit geweerd. En ik dacht altijd dat het veel duurder was. En ik zeg, moet ik daar minder goed mijn best doen? Wel, nee, je moet wel zo goed je best blijven doen. Dus ja, ik ben ervan. Is dat een keuze dan voor jou, Stefan? Om zeg maar, want ik ben jouw site even op geweest en dan zie ik, je doet nog gewoon een bruidsreportage. En als je pasfoto's wil komen laten maken, kan dat ook allemaal. Ja. Maar je zou nog ook de keuze kunnen maken om de fotograaf voor de jetset te worden. Ja, dat had gekund. Mensen op mij ook vaak zeggen, oh, ga je niet naar de Randstad? Wat zeg je dan? Nou, ik heb me fictief al vernoemd, de fotograaf van Twente. Om ook die uitstraling te hebben van de fotograaf van Twente. Maar bij mij in de studio hangt gewoon een lief klein babytje naast de gitarist van Slayer of Metallica wel. En je kunt bij mij bij wijze van spreken een batterijtje laten verwisselen voor je foto's te stellen. Of ik maak je het lensje schoon of een reproductie van voor een begrafenis of voor iets anders. En ik denk die laagdrempeligheid met die awardwinningen en de bekende mensen, dat uiteindelijk het succes is van alles wel. Ja, wanneer krijg je te horen of je wat gewonnen hebt? 5 maart. Zit je dan weer aan tafel hier? Als jij dat wilt, kom ik graag wel langs. Ik heb zo weinig te zeggen af en toe.